Welkom. Ik heb meegenomen. Rick, Kim en Tessa. Heel goed. Dag, ik al. Hoi. Hi. Goed dat je er bent. Leuk. Kim, wat ga je even? Nee, dat is wel. Wereldrond. Hi. Hey, de honden hebben jullie gebeten? Nee. We zijn bij Romy van Snuitenbol. En we zijn naar Elst gereden. Dat hebben we op een bijzondere manier gedaan. Want we hadden heel veel tijd. En uiteindelijk zijn we hier gewoon netjes om 10 uur. Ah, je bent op tijd. Ja. Ik ben gewoon 3 keer verkeerd gereden. Oh, oké. Okay. Ja. Maar dat kwam niet. Ben je niet naar Elst Utrecht gegaan? Nee, dat dan weer dat niet. Dat kan ook nog. Okay. Zo erg was het niet. Maar we hadden wat moeite met de afslagen en zo. Dus niet om deze omgeving. Maar we zijn allebei niet heel erg uitgeslagen. Dus, nou, goed dat je er bent. Dus dankjewel. Wat gaan we doen vandaag? We gaan Snuit uit de wei halen zometeen. Dat mag Tess doen. Okay. Want jij gaat op Snuit rijden vandaag, als het goed is. Kom eens wat dichterbij. En ik weet niet of dat jullie het al hebben gezien toen jullie hier hebben gereden. Ik heb wat dingetjes klaargezet in de kleine buitenbak. Dus we gaan zometeen Snuit uit de wei halen. Ja. Eerst lekker borstelen en opzadelen, zodat jullie elkaar een beetje leren kennen. En dan gaan we een soort van obstakeltraining doen. Oké. Okay. Spannend. Zin in? Ja. Nou, gaan we snuitje halen. Gaan we snuit halen. Okay. Kun je ze meenemen? Als je nou die kant op gooit, dan komen we vast beter. Ja? Zou je deze kant ja. Dag, bal. En Stro is een ruimte. Ik neem je mee, ik neem je mee op reis, ik neem je mee naar de paarden, de stip. Nee, niet stip, snuitje. Oh, snuitje. Ik neem je mee, ik neem je mee naar snuitje, ik neem je mee naar de weide met snuitje. 1, 2, woehoe! Dat was een beetje lauw, Rick. 1, 2. Dat zou daar een beetje pompen. 1, 2. Wacht, blijf staan. Zo, ja, kom maar. Hierheen. Je moet naast het hek springen. Ja, op de punten. Ja, dat is een goed idee. Oké. 1, 2. Ik weet niet om te durven, hoor. Jawel, je kan het. Spring. Goed zo, kind. Braaf. Hier. Dat is de poetskoffer. Dat heb je net gehoord. Hij is wel heel mooi. Ik heb hem vandaag gekregen van iemand uit Amerika. Die heeft hem naar me opgestuurd. Ja. Ben je er klaar voor, Tess? Ja. 5. Ja. Ah. Ze gaat wel een beetje lopen, maar dan moet jij gewoon goed vasthouden, Tess. Ze gaat een beetje rondjes draaien, want ze snijdt een beetje aan de stelling af en toe. Ach ja. Maar ze is ook heel erg met de krullen. Maar ze kunnen zichzelf verwenden als je kan. Aan het eind van de weg, links, afslaan. Nee. Nee. Moet eerst de bal pakken. Ja, die heb ik. Oké. Zo. Rechtdoor. Ik denk dat het niet meer. Dan, links, afslaan. Nee, het is goed. Hé, hey, weet je wat ze dan eerst even doet, Tess? Loop maar even een keertje. Even gewoon rond hier in de bak. Langs. Ja, eerst even er langs. En dan is het belangrijk dat jij weet waar je naartoe gaat. Nou. Want dan kan zij jou gehoorzaam volgen. En als jij het niet weet, net zoals wat er net gebeurde, ja, dan gaan ze gewoon rechtdoor. Als een paard een beetje bang is of wat ziet, wat hij eng vindt, ja, doet hij altijd zijn hoofd helemaal omhoog. Ja. Maar als een paard heel erg ontspannen is, hebben ze het hoofd laag. Zo. En mag ik eens jouw zweepje?
Dan kan jij het zo meteen ook doen. Dan doe je gewoon zo. En dan kan je er gewoon zo. Ja. Ja? Ik ga even voorlangs. Dit zijn mijn Spaanse beugels. Goed zo, Tess. Yay. Dat is pech. Balk weg. Hij gaat lekker. Ik doe hem eerst weer even op. Met je mee weer, Kim. Ja. Yay, hij zit er weer in. Yay, hij staat weer. En nu moet hij omhoog. Moet je bukken. Wil jij hem ook omhoog? Ik heb het lekker. Ik heb wel, Tess. Yes. Welkom bij de finale tussen Portugal en Frankrijk. Daar komt Portugal aangehobbeld. Daar is de bal. Ze schiet. En mist. Oh, wat een misser. Oh, wat jammer. Oh. Ik dadelijk ook nog hallo. Graven, dan lukt het dan beter. Poging 2. Daar is de bal. Ze gaat schieten. Portugal gaat ervoor. Ze schiet. En mist nog een. Oh, bijna. Oh, zo dichtbij. Probeer het nog een keer. Het is de laatste minuut. Allerlaatste minuut. Daar gaat ze voor. Ze schiet. En ze schoort. Hey. Hop, paardje hop. Goed zo, mooi de handen laag houden. En een beetje tegen de praten. Oh, stappen. Oh, jij voelt dat ik het voelt. Ja, en jij blijft lekker licht rijden, dan sluit je en denkt van, oh, dan gaan we lekker door. Ja. Je moet echt eigenlijk proberen, en ik weet dat het heel moeilijk is, dat je echt zo gaat zitten zo. Wow. Ja. Dan sluit je gek op draven. Ja. Dus als jij niet stopt, dan denkt zij dat het lekker door. Ja. Dat merk ik wel. Ja, dat gaat hartstikke goed hoor. Hup, kee hem, hup. Laat het paardje niet stilstaan. De pony. Daar gaat Kim. Op de pony snuit. Of snuitje was het. Gaat een beetje langzaam. Ja, dat lijkt er meer op. Mooi maatje voor je. Ja, het scheelt een paar centimeter, hè? Ja, maar toch, als je het zo ziet, is het toch nog net even... Pak maar een keer die volte. En dan moet je echt, zeg maar, goed je buitenteugel erbij pakken. En heel goed die volte doorkijken. Buitenteugel. Ja. Ja, bijna. Bijna. Ja. Stuur Kim. Ik zei, het is toch lekker zo, dat bouwt samen.
En dat komt omdat ze natuurlijk Verona en Henja gewend is. Goed kijken. En remmen. En halt. Top. Precies. Oké, maar ga ik dat zien. Hard, hè? Nee, volle glop. Ja. Hou controle. Heel goed. Knap gedaan. Je moet zo snel mogelijk alle hinders. Nog een keertje. Yes. Ga ervoor, Tess. Nou, goed richten. Ah. Nog een keer proberen. De snij gaat nog steeds in draaf. Ja, jij ook. Deze snij. Wel raken, Tess. Yes. Yay! Half een beetje water. Ga met die banaan. Technisch. Ja, goed zo, Tessa. Handen omlaag, schat. Juist, goed zo. Wat je van mij geleerd hebt. Been eraan, been eraan, been eraan. Goed zo. Beentjes, beentjes, beentjes. Goed zo, Tess. Goed zo, schuiven en beentjes, schuiven en beentjes. Handjes omlaag, schuiven en beentjes. Netjes hoor. Goed zo, perfect. Wat vond je van snuit? Leuk. Vertel, wat vond je er leuk aan? Gewoon alles. Alles? Ja. Nou, dat is leuk. Hoor je dat? Het kleurde lekker, het draagde lekker. Lekker snoer aan. Ja. En je hebt echt hartstikke goed idee hoor, meid. Want je hebt echt dingen gedaan die niet iedereen voor de eerste keer zomaar doet. Echt wel moeilijke dingen. Ja. Nou, je mag hartstikke trots zijn op jezelf. Applaus voor Tessa! Nee. Ja. Je hebt net al de eeuw. Ja. Zo. Snuit heeft een cooling down gehad. Het is schrikdraad. Dat doet pijn. Ah. Ik wil het niet aanraken. Joh, zou je denken? Oh. Ah. Tot de volgende keer. Je bent wel groot. Ja, best wel. Oh, hallo. Ik onthoud dat je zoiets over zomers vraagt. Wie ben jij? Ik ben Rick. Zullen we even afsluiten? Ja. Ik was Troontje. Romy. Hallo. Bedankt dat we hier mochten zijn. En dat Tess even op snuitje mocht rijden. Geen dank. We zien je heel graag een keertje in Maassluis. Dus dan kunnen jullie zien hoe Romy op Verona zit. Spannend. Ja, want dan wordt het mijn paard jouw paard. En dit is nog Strootje. Strootje die is er nu wel klaar mee, geloof ik. Ja, nee. Dat is het nieuwe paard van Romy. Dus daar gaan jullie vast nog heel veel op zien. Kijk vooral even bij Snuitenbol op het YouTube kanaal. Ik zal daar linken hieronder in de comments. En ik zie jullie heel graag bij je volgende video. Gaan we nog zwaaien? Ja. 1, 2, 3. Doei!